Als je erachter rijdt, dan stinken ze nogal eens. Natuurlijk naar afval, maar ook naar uitlaatgassen. Maar niet meer in Nijmegen. Daar rijden sinds donderdag twee vuilniswagens op groen gas. En daarmee rijden de twee wagens eigenlijk op het afval dat ze zelf ophalen. Een hoop commotie vandaag om een vuilniswagen. Wat is er nou zo bijzonder aan? Ja, deze vuilniswagen rijdt op zijn eigen GFT-afval. Een soort perpetuum mobile. Ja, dat is wat wij geweldig vinden. Want we werken hard in deze regio en in deze stad aan de circulaire economie. En het is dus een mooi voorbeeld van circulaire economie. Dat deze vuilniswagen op groengas rijdt. En dat groengas wordt gewonnen uit GFT. Wat wordt ingezameld door de mensen in de stad. Het is een stil wagentje, hè? Ja, heerlijk stil. Ja. Ron Frederiks van de DAR, twee voertuigen vandaag. Wat is er zo bijzonder aan? De twee Volvo's die rijden op groen gas. Groen gas vanuit de gemeente Nijmegen zamelen wij GFT in. En uiteindelijk wordt GFT omgezet in groen gas. En daar rijden we. Wij tanken in Nijmegen en daar rijden wij op. Ja.